Hallo, ik ben de Wester en welkom terug bij Sin Aquarium. Ik heb er zin in. Ik zit nu achter mijn laptop lekker te dansen op deze fantastische muziek. Maar goed, we gaan snel verder. Restart, want ik had al eerder proberen op te nemen, maar dat ging mis. We gaan kiezen voor... Nee, wacht. We kiezen voor... Onze grote vriend Stinky. Onze grote vriend Sorf. En onze grote vriend Nico. Let's go. Lekker een rustgevend potje in Sin Aquarium. Ik heb er zin in. Heerlijk, ik heb er zin in. Handjes schrijven. Ho. Goed. La 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 la. In Sin Aquarium. La 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 la. Mensen, doen alvast een duimpje omhoog. Het is een lekker rustgevend avondje voor mij. Dus ik dacht, hé, lekker in Sin Aquarium opnemen. Hartstikke fijn. Ik zal ook even iets eten, een stukje worst. Het was cheesehead, maar doe maar. Hopsakee. Warning, a new breed of alien is fast approach. Lasers can't hurt this battle. So find another way to defeat it. En ik weet al precies wat je moet doen. Je moet erbij eten geven. Dat is, je moet hem heel veel eten geven en dan uiteindelijk ontploft hij. Dus je moet zorgen dat je dit gewoon krijgt. De lasers kunnen ze niet pijn doen, dus je moet ze eten geven. En elke als je spant hoor je... Als je dat net nog niet had gehoord. Lekker veel geld. Ja, la, la, la. Ja, ja. La 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 la. Heerlijk. Kijk, je moet zoveel mogelijk zorgen dat je kan strooien met je eten. Want anders kan je gewoon die baas niet goed verslaan. La la la. Ik had zo'n gevoel dat er een baas aan kwam. Nou, we zitten nu op 7. Maar ja, die kant op. Hopsakee, dat is 1. Hij had er eentje opgegeten. Dat is lastig. Maar ja, 1 is beter dan 2 of zelfs meer. Niet weg. Hopsakee. Starcatch erbij. Kijk hoe duur het ei is, hé. Ja, dit, hier hebben we dus niks aan, hè. Upgrade weapon. Ik vind het hartstikke leuk natuurlijk. Het spel. Ik ben er even een tijdje uit geweest. Maar
Ja, dat heeft ook gereden. De laatste tijd was er op mijn kanaal Team Fortress en Black Rock Mountain van Hearthstone heel veel. Dus. Vandaar dat je nu ineens een Sand Aquarium weer hebt. En vandaar dat er ook zoveel van dat was. Team Fortress en in de Sand Aquarium. Black Rock Mountain. Omdat ik dat gewoon leuk vond. Ik had meer zin in Team Fortress en Black Rock Mountain dan in Sand Aquarium of elke andere serie. En ik denk dat ik voorlopig geen Skywars meer ga doen. Want ik wil een nieuwe computer. En die heb ik ook bijna. En dan kan ik gewoon lekker zorgen dat die niet vastloopt. En dat vind ik prettiger. Dus hou even in de gaten de games die je... Die ik denk dat je... die ik denk dat je veel gaat zien. Zijn Team Fortress. Hearthstone Black Rock Mountain. En... In Sand Aquarium. Dus, ik hoop dat jullie dat wel een beetje leuk vinden. Tik ding. Ik slaap ongeveer even met mijn duimstok, mijn doemstok. Sla ik even die in mijn bureau aan. Ik snap niet waarom ik mijn duimstok in mijn handen heb. Maar doe maar. Ik wil gewoon dit helemaal max, zo. Dan kunnen we hem oneindig eten geven, die dikke bastard. Komt u mee, hè? Hopsakee. Mooi. Opgelost. Ook even wat pilletjes. Nog wat visjes erbij. We hebben al bijna het eerste deel van het ei. Sorry dat ik niet zoveel praat, maar ik vind de soundtrack hartstikke fijn. Om naar te luisteren. We gaan zo'n rustig avondje. Je kan niet zien hoe laat het is, bij Hearthstone Black Rock Mountain kan je dat wel zien. Als je daar geïnteresseerd in bent. Ik vind dat wel interessant om te zien van andere YouTubers. Om te zien hoe laat ze dat opnemen. En ja, bij Hearthstone kan je dat zien hoe laat. Dat vind ik op zich wel grappig voor jullie. Komt er weer een baas? Ja hoor. Dat is altijd bij dat muziekje van. Dat stukje van. Hier! Ja, hij gaat ook sneller dood als je hem gewoon pilletjes geeft in plaats van. Over het normale visvloer. Tenminste, dat denk ik. Zag er wel zo uit. Hoppakee. Eerste stuk ijs in Le Pocket. Heel wat visjes even. Dus er meer geld. En deze mevrouw Nico of meneer, ik weet niet wat het is. We gaan er maar vanuit dat het een meneer is. Nico. Hoewel, nee, ik denk dat het een mevrouw is. Want hij heeft een soort lipstift op. Die geeft ons natuurlijk lekker veel PL's. En dat is hartstikke fijn. Het lastige van veel vissen hebben is dat je ze op tijd eten moet geven. Want anders gaat het natuurlijk mis. Oh, dat was niet handig. Opnieuw. Nou, dan kopen we er maar even een visje bij. En kijk, en op dat soort momenten zoals dit, dan ben je hartstikke blij dat je zorg hier zo hebt. En natuurlijk onze grote vriend, en die ook eigenlijk. Maar je kan niet alles in de gaten houden. Zie je weer op dat stukje. Kom maar, Dickie. Nou, daar ben ik met mijn Starcatcher opgereed, hé. En dat je wel zorgt. Hartstikke fijn, kerel.
Ik wil jullie iets vertellen. Het is belangrijk. Ik weet niet of ik er nog een echte video ga maken van hoe belangrijk. Als ik een nieuwe computer heb, ga ik een nieuwe serie starten. Een serie waar ik al heel lang naar uitkijk op mijn kanaal. Bioshock. Ja. En dat zou dan lekker smooth gaan lopen. Lekker Bioshock opnemen voor jullie. Dat lijkt mij hartstikke leuk. Want ik ben zelf een hartstikke grote fan van het spel Bioshock. Bioshock. Je hebt Bioshock 1, Bioshock 2, Bioshock Infinite. En dat zijn ze, dacht ik. Ja. En je hebt ook nog DLC's ervan. Bijvoorbeeld van Bioshock Infinite heb je een DLC. En dan dat... Ja. Bioshock is een interessant, maar ook vreemd spel. Het heeft heel erg plot twists. Je weet niet meer wat het is. Ze rommelen met je hersenen, je weet het niet meer. Maar dat komen jullie dan ook wel achter. Maar dat duurt misschien nog eventjes, maar misschien duurt het ook niet zo heel lang. Dus kijk daar maar naar uit. Ik kijk er zelf heel erg naar uit, want ik heb er zin in. Het is gewoon een van mijn favoriete spelletjes en ik wil het graag met jullie delen. Ik noem het ook ja, spelletjes, games. Af en toe noem ik het games, af en toe noem ik het spelletjes. De meeste keer noem ik het spelletjes. Maar dat ben ik nog gewend, nee. Ik weet niet hoe lang deze video is, maar we zitten nog steeds maar bij het eerste stukje aquarium. Tenminste, het eerste stukje aquarium, ja. Het eerste deel. Oh shit, onze starcatcher. Oh! Koepster uit nu, yes! Hoewel, dat zou niet zo erg zijn als die dood zou gaan. Ja, eigenlijk wel, want het is een lief wingetje, maar doe maar. Je snapt me wel. Want we hebben genoeg. Ons nieuwe huisdiertje is... Rufus de Fiddler Crab. Rufus does heavy damage to enemies you've lured to the bottom of the tank. Oké, wat hij dus doet, hij is itchy, maar dan op de grond. Hij kan alleen schade doen naar beesten die op de grond zitten. En ik merk dat mijn frames een beetje aan het droppen zijn, dus ik ga daar ook een punt achter zetten. Beste mensen, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe natuurlijk je duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer op Submans, Dynamans en Mindmans. En Just a Submans als je nog niet geabonneerd was. En dan zie ik jullie dolgraag de volgende keer terug. Tot de volgende keer. Doei!